ieder jaar opnieuw. Want vrijheid maak je met elkaar. De wereld in één minuut. Aart Langeberg, goedenavond. De Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol verwacht dat vandaag in totaal zo'n 22.500 vluchten worden uitgevoerd in het Europese luchtruim. Op een normale woensdag zijn dat er 28.000. Morgen moet alles weer normaal verlopen. De opmars van de VVD zet door. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond komt de VVD uit op 30 zetels als er nu verkiezingen zouden zijn. Dat zijn er 2 meer dan vorige week. De Partij van de Arbeid staat op 33, het CDA komt uit op 27 en de PVV op 18. De gemeenten willen het coma-zuipen keihard aanpakken. Ze vinden dat het strafbaar moet zijn als iemand onder de 16 alcohol drinkt. Vanochtend bleek dat het aantal minderjarige coma-zuipers vorig jaar met de helft is gestegen. En uit de privéauto van een politieagent van het korps Limburg-Noord zijn vertrouwelijke papieren gestolen. Waar de diefstal was en om wat voor documenten het gaat, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek naar de diefstal is in volle gang. En zoals altijd even het weer van Meteoconsult. Belangrijk, vanavond in het noorden wolkenvelden en een lokale bui. Elders vrij helder en droog. In het zuidoosten, ja echt waar, een graadje vorst. En dat was het nieuws. Bij, ja, jij zegt dat jij moet afmaken. Bij Radio Veronica, ja. Foto's! Lekker hoor! Radio Veronica personalities.